En wat hebben we nou? Een kleine larf, hè? We hebben een kleine larf. Dankjewel. Alsjeblieft. Weet je wat het is? Ja. Wat is dit dan? Dat is de parkeerplaats. En waar staan we dan geparkeerd? Daar, helemaal boven. U mag gaan. Ja, maatje. Zie je, dan gaat het groen er weer af. En dan wordt het weer mooi wit. Ja. Yep. Weer opnieuw kleuren zometeen als hij droog is. Kijk, hier trek ik een lijntje over. Is het toch een schatje, hè, als hij zo lekker bezig is. Toch, Jaden? Je bent een schatje, hè? Ja. Hey, lieve kijkertjes, daar zijn we weer. Met een leuke verdrieting van Nederland. Jalicia. Jaden. Jason. En natuurlijk met ons. Melanie. En Ruben. Goeiedag allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier op Good Life. Ik probeer Jaden zijn bed uit te krijgen, maar het lukt niet helemaal. Ik wil niet uit. Jaden moet namelijk naar het ziekenhuis vandaag en Jaden heeft geen zin. Hij wil er niet uit. Nee, ik kan niet eruit. Dan blijf je erin liggen, ik heb wel een leuk idee. Weet je zeker dat je er niet uit wilt? Ja. Oké, dit was je laatste waarschuwing. Ik ga jou eens even helpen. Ik heb die weggehaald. Zo, prima. Jij is in. En wat hebben we nou? Een kleine larf, hè? We hebben een kleine larf. Nou, kom er nu nog maar eens uit. Ik kan het niet. Zo goed. Kom, opstaan. Zie je nou dat je helemaal zelf kan aankleden? Nou, happetap, we gaan naar beneden. Op naar het ziekenhuis, joh. Waar gaan we? Ik ga helemaal bovenin parkeren. Wil je helemaal bovenin parkeren? Vind je dat zo leuk aan bovenin? Ja. Waarom vind je dat leuk? Omdat het is leuk. Ja, waarom dan? Weet je waarom? Ja? Dat vind ik leuk. Oké, okay. Ja, gewoon omdat je het leuk vindt. Is goed, schat. Dan gaan wij boven parkeren. Die klutsen daar. Die staan op de rem te trouwen. Die gaan naar links en rechts. Die kunnen niet rijden, joh. Levensgevaarlijk. Ja. Nee, joh. Dan gaan we lekker helemaal naar boven. Hop. Zo, Jaden. Ben je blij? Ben je blij? Ja. Kijk dat kopje van hem, jong. Jaden is vrolijk nou, hè? Nog een keer wachten we hier ook een keertje. Ja? Ja. Dat was heel lang geleden, mama. Ja, heel lang. Dankjewel. Alsjeblieft. Jullie zien het goed, het is niet ons eigen ziekenhuis. Het is het ziekenhuis van Heerlen. We hadden toen ook al last van toen Jadentje werd opgenomen in het ziekenhuis. Moest hij naar Maastricht, hè, jong? Van ons eigen ziekenhuis in Sittard, Geleen, geen kinderafdeling heeft. En dat is nu ook weer het geval. We moeten dus met Jaden moeten we naar Heerlen toe om hier te laten behandelen, omdat ons eigen ziekenhuis in Sittard, Geleen dat niet meer doet. We hebben onlangs meegemaakt met Amsterdam dat het ziekenhuis failliet is. We hoeven niet geraakt te zijn als het dadelijk bij ons in Sittard, Geleen ook gebeurt. Nou, dat wil ik net zeggen, want namelijk de lezers bekend van de ziekenhuizen met heel erg grote geldproblemen. Ja, Sittard, en Sittard staat bovenaan, terwijl ze gefuseerd zijn met Heerlen. Ja. Heb je best kans dat de talen alleen maar voor mensen, elite mensen zijn met veel geld, dat in de privékliniek gaat worden. Maar dat het ziekenhuis helemaal over gaat. Nou, dat is wel heel erg ver nog. Maar inderdaad, er zijn heel veel ziekenhuizen met problemen. En daar hebben wij dus wel op zich veel last van. Want wij moeten natuurlijk heel vaak helaas naar het ziekenhuis. En bij ons in de buurt was het wel lekker makkelijk. Maar nu dat alles dus naar Heerlen verplaatst, tenminste qua kinderen, bevallingen en zo, gebeurt ook allemaal hier. Dus, maar ja, goed. Ik weet een oplossing. We gaan verhuizen. Ja, dat gaan we bijna doen. Ja, nee. Het zal wel heel veel brandstof schelen. Maar goed, we gaan in ieder geval hier dus in Heerlen zijn we dan. Dit ziekenhuis gaan we vaker zien. We gaan voor Jadentje kijken, hè, jong? Ja. We gaan jou even wegen, meten en dan gaat de dokter even naar jou kijken. Ben je al een beetje bang? Nee. Nee? Nee, daar ben je niet meer bang voor, hè? Jaden en bang zijn. Echt niet, ja, jong. Weet je wat het is? Ja. Wat is dat dan? Dat is de parkeerplaats. En waar staan we dan geparkeerd? Daar, helemaal boven. Helemaal hier, hè? En ja. Wat is dit dan hier?
Dat is het ziekenhuis. Ja, en waar zitten wij in het ziekenhuis nu? En dit deel, hè? Daar, dat deel. Helemaal bovenin, hè? Ja. Nieuw niet. Nee. Dit is een flat. Dat is een flat. Jaden, ben je dan wel tevreden? Een wachtkamer met speelgoed, hè? Dat was de klacht van de laatste keer. Er was geen speelgoed in de wachtkamer. Nou. Daar kwam hij zo lol op. Nee. Nee. Die maakt lekker veel herrie, die eronder met die ballen erin. Wat, die? Die maakt veel herrie. Ja, doe maar. Oh, dat valt wel mee eigenlijk. Dat valt wel mee. Nou, we zijn klaar bij de dokter. We gaan weer terug naar de auto. Goed vasthouden, hè, joh. Goed zo. Nou, Jaden, weet je wat er gebeuren gaat? Ja. Wat dan? Ik krijg een kapje. Jij krijgt een kapje en wordt geopereerd. Vandaag niet. Nee, binnenkort gaan we afspraak maken. Daar hoef je even geen zorgen meer over te maken. Maar je gaat geopereerd worden. Weer. Vind je het spannend? Ja. Ja? Wie moet bij je blijven als je slapen gaat? Papa mama of mama? En papa. Ja, dan mag maar eentje met je mee tot je slaapt. Mama. Dat dacht ik al, jong. Hele dag, mama. Nee, moet ik de hele dag bij je. En dan moet je misschien ook nog eens blijven slapen een nachtje. Moeten we die dag afwachten van de operatie, hoe jij je voelt. En moet ik dan ook bij jou blijven slapen? Ja. Ja? Oké, okay. Nou dan gaan we nou weer naar huis rijden. Dan hebben we het weer even achter de rug, hè. Na bijna ruim anderhalf uur wachten hier in het ziekenhuis. Het duurde lang, hè, jong? Nou, je hebt lekker gespeeld de hele tijd. Je hebt er weinig van meegekregen. Wij wel, yes. Dus wij gaan snel rijden. Home sweet home. Zo, zijn we weer thuis. Dan bent u weer vrij om te gaan doen en laten wat u wilt. U mag gaan. Ja, maatje. Voor de mensen die zich afvragen, waarom gaat Jaden niet meer naar school? Nou, jullie zagen het, het is 1 uur. Dus het is flink 3 kwartier rijden naar Jaden zijn school. Dan is het al 2:15. En dan heeft hij maar 2 uurtjes of 1,5 uur school. En dan mag hij alweer naar huis. Want dan is de school voorbij. Dus Jaden blijft vandaag thuis de rest van de dag. Het ziekenhuis heeft gewoon te lang opgehouden. Maar wat wil jij spelen, Jaden, dit? Ja. Hebben we binnengekregen? Ja. Geen idee wat het is. Sophie, je hebt dat ook. Dus kleuren met poppetjes. Dus ik zou zeggen, maak hem maar open, jongen. Dan gaan we dat lekker doen, hè. Mama is ondertussen bezig met een robot. Ja, ik ga batterijen halen. Is goed. Want hier moet er maar liefst 6 grote batterijen in. Zo. Dat is wel behoorlijk. En dan nog 3 en de afstandsbediening. Dus bijna 1 heel pakkie. Dus voor deze robot. Nou, ik ga even met hem lekker spelen hier dan, hè. Ja. Kijk. Ik zie jullie zo wel. Tot zo. Tot zo. Doei, kusje. Doei. Oh, maar die zijn wel heel leuk, hè. Dan kan je leuk spelen straks. Ja, die mag je kleuren en dan kan hij ze onder de douche zetten en zo. Ik ben benieuwd. Oh, ga weg. Nou, veel plezier. Dankjewel, we gaan lekker spelen. Dat is ideaal, want dan kan papa hier namelijk gewoon lekker doorwerken. Hé, joh. Yep. Maak jij een groene hond? Yep. Wauw. Die groen is mijn liefde. Is groen jouw lievelingskleur? Ja. En hondjes zijn je lieve... Even uitspoelen. Zijn hondjes ook je lievelingbeestjes? Tjede? Die bloem gaat eraf nou. Ja, ik doe dadelijk water. Maar zijn hondjes ook je lievelingsbeestjes? Ja. Of heb je liever katten? Liever hondjes. Vind je hondjes leuker dan katten? En deze en deze. En konijnen dan? Vind je konijnen leuk? Ja, en deze hond en deze. Nou, je mag tot de kerst een konijn hebben hoor. Grapje. Als je daar klaar bent, schatje, met kleuren, dan kun je hem helemaal afwassen en dan wordt hij weer wit. En dat doe je dan in de badkuip. Dus als je klaar bent, dan kun je in de badkuip doen, dan kun je hem schrobben. Ik ben klaar. Ben je klaar? Wil je hem schrobben? Ja. Dan gaan we water pakken. Zie je, dan gaat het groene er weer af. En dan wordt hij weer mooi wit. En dan kun je weer opnieuw kleuren zometeen, als hij droog is. En zo kun je de hele dag lekker bezig blijven. Dus ik stem ervoor dat jij hem lekker gaat kleuren, daarna gaat schoonmaken, 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 lekker kleuren, schoonkleuren, 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 schoon. En dan is het 's avonds en dan gaan we eten en dan mag je nog 1 kleur gaan schoonmaken en dan mag je lekker je bed in. Vind je dat een goed idee? Ja. Mooi. Ik ben blij dat ik het ermee eens ben. Zijn kontje moet ook geveegd worden. Is het toch een schatje hè, als hij zo lekker bezig is. Toch Jaden? Je bent een schatje hè? Ja. Je bent een lekker ding hè Jaden?
helemaal schoon. En opdrogen. Nou moet hij opdrogen, ja. Maar dan kun je een ander hondje of poesje pakken. Nee. Nee? Hier komt die, deze komt daar toch? Ja, klopt. Ja, die kun je erbij zetten. Heb je goed gezien. Ik heb het bezig met afdrogen. Ah, daar zou mama ook blij mee zijn. Heb je hem goed, goed schoongekregen dat hij niet allemaal groen in die handdoek zit dadelijk? Die thee, dan wordt mama boos. Ja. Ja? Zit er groen in? Een klein beetje maar. Oh, een klein beetje maar. Dat is niet erg. Nee. Maar mama het maar niet zien. Welke kleur ga je maken? Groen weer. Groen weer. Wat een bezigheidstherapie dit. Kijk, hier trek ik een lijntje over. Ja. Krijg strepen. De hond met strepen, met groene strepen. Yep. Mooi. Nou, ga jij lekker dit de rest van de dag doen? Gaat papa weer verder met werken? Ik ben lekker. Yep. Hi! Even binnen. Doe maar even uit. Hoi, pap! Was je de pratende camera buiten doen, papa? Ja. En schat, hoe was je schooldag vandaag? Leuk! Ja, ben je geen met op school? Ja, maar wat ben je aan het vloggen eigenlijk? Ja, mama is gewoon aan het vloggen, hè? Toen het hier de dag vind je niet leuk aan het vloggen. Ja, maar, jawel. Maar ik heb een kerstnoepje gekregen. Nou, dan moet je heel goed kouwen, hè? Schat, ja, niet zo afslikken. Ja, je mag hem ook bijten, dat mag ook. Maar dat heb ik. Ik heb. Dit is de tweede kerstnoepje. Dan, in de bus had ik er ook al in. En toen had ik daarin gebeten. Oké, maar hoe is het gegaan op school? Wat heb je gedaan vandaag? Goed. Hadden ze je gemist? Ja. Oké, daar ben ik blij om. Blij? Ja, dus je vond het wel leuk weer, gelukkig op school. Ja. Mooi, nou doe je jasje maar uit, schoenen uit. Hè? Het zijn altijd de standaard woorden die je krijgt. Hoe is het geweest vandaag? Ja, leuk, wat heb je gedaan? Ja, gespeeld. Weet je, het blijft altijd leuk. Alle kinderen die zeggen altijd hetzelfde. Dat is wel grappig. Maar ik zit nou in de edit. Ik ben namelijk de vlog in het editen. Hoi, schat! Oh, jij doet de hele tijd twee keer de deur open en dicht. Regent het zo? Ja. Kom maar gewoon naar binnen, liefje. Mama, weet je? Ja. Wat is een liedje? Dat is heb ik op school geleerd. Oh, leuk. Dus die gaat nu alleen. Oké, laat maar horen. Oké. Okay. Zou eerst moet je mijn veter opstrikken? Moet ik eerst je veter strikken? Ja. Oh, voor je broek. Ik denk al wat voor veter. Dan gaat mama dat eens eerst doen. Opa bakkaba, opa bakkaba. Is het alles wat goed? Opa bakkaba, opa bakkaba. Is het alles wel zo goed? Hij veegt de vloer met één bezem. Hij veegt de vloer met één bezem. Wauw, applausje voor Jalisha. En klap allemaal. Laat ik ook aan opa en oma horen. Is prima, schat. Toppie. Zaterdag. Hoe was je schooldag? Goed. Pijn in de nek gehad? Ja, maar het was wel goed gegaan. Gelukkig. Maar ik heb wel nog steeds pijn. Oké, schat. Nou, hè? Maar ik was wel de hele dag door op school. Ja, kom maar schoentjes uit. Het smeelt, juppie. Nee, het regent. Nee, het smelt op mijn tablet. Smelt je tablet? Jason! Kijk, snel op mama tablet. Wauw. Hey, maar ik heb slecht nieuws voor jullie. Wonderbad. Heel goed. En Jaden, je mag vandaag de vlog afsluiten, hè Jaden? Ja. Nou, kom maar. Vind je dit een leuke video? Deel een like. Geef je op een belletje krijgen. Allemaal dag. Tot ziens. Video zijn we weer. Doei. Abonneer je op Good Life en vergeet niet op de bel naast de abonneeknop te drukken. Dan mis je helemaal niks meer. Dus druk op de bel.